De trenzen in Efraimzegen zijn langer dan 4 jaar niet opgehaald. Hierdoor komen de percelen van buurtbewoners bij elke regenval onder water te staan. Hiervan maakte ABO-parlementariër Edgar Sampi afgelopen donderdag melding in de Nationale Assemblée tijdens een openbare vergadering. Hij benadrukte de verregaande gevolgen van deze situatie voor de buurtbewoners. En zeker 1 meter onder water, waardoor de kinderen niet naar school kunnen. De ouders kunnen niet naar het werk. En overal zien ze grote slangen. Gisteren nog hebben ze een bom van zeker 5 meter lang verwijderd van een perceel. Stel je voor dat die slang een kind had gewurgd. Dan hadden we het ergste, voorzitter. Dus we vragen de overheid aandacht hiervoor. Maar zeker ook voor vuilophaal en onderhoud van de straten, van de busroute van Efraimzegen, voorzitter. We krijgen altijd te horen dat er donaties komen voor onderhoud van zandwegen. Maar zeker ook voor aanpak wateroverlast. We willen weten waar het geld naartoe gaat. Ook DNA-lid Annie Sadi van de NDP en Ivanel Doplein van de NPS vroegen aandacht voor het probleem van wateroverlast. Plein wees op de vele onder water gelopen gebieden en de schade die veel mensen daarbij hebben opgelopen. Ik hoor de minister zeggen dat hij geen geld heeft om de zaken in orde te maken, voorzitter. Voorzitter, is het pas wanneer het kwaad is geschied dat de minister aangeeft dat hij geen geld heeft? Ligt de schuld dan bij de minister van Financiën? Voorzitter, ik vraag aandacht van de regering voor dit vraagstuk. Het kan zo niet verder gaan. Ik praat elke keer weer erover. Het is volgens mij al bijna 4 jaren dat we erover praten, voorzitter. Maar er gebeurt maar niets dan dat de minister ons komt uitleggen dat hij een paar zaken doet en dat daar de oplossing voor zit. Wanneer nu we hebben dat de gebieden ondergelopen zijn, dan zegt hij, hij heeft geen geld, voorzitter. Voorzitter, ik vraag aandacht daarvoor. De afgelopen dagen heeft het flink geregend, met als gevolg dat verschillende wijken in Paramaribo en Wanica wateroverlast hebben ondervonden.